Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. De satellietfoto laat er weinig bewolking in onze omgeving zien. We hebben dus een vrij zonnige start van de dag. Slechts een paar wolken trekken van zuid naar noord over het land. Die flinke zonnige periode laten de temperatuur al rap oplopen. Zo rond een uur of tien is het al 20 graden. En tegen 12 verwacht ik al de eerste 25 graden. En uiteindelijk wordt het dan in het noorden van het land zo'n 24 à 25 graden. Daar waait een stevige noordoostenwind... In de rest van het land is de wind rustiger en kan het 30 tot lokaal zelfs 33 graden worden. Houd aan het einde van de middag en vanavond onze berichten goed in de gaten, want er kunnen plaatselijk zware onweersbuien gaan ontstaan. Hoe laat en waar weet ik nu echt nog niet, dus daarover later vandaag meer. Morgen ook kans op onweer, vooral later op de dag in de oostelijke helft van het land. Daar schijnt ochtends nog de zon, in het westen is het ochtends al bewolkt en breekt middags de zon door. Overal een paar buien dus. Maandag ook nog een paar buitjes, maar in de middag grotendeels droog en van tijd tot tijd zon. De hitte is dan verdreven. Het wordt gemiddeld al 21 graden. Maar de warme periode is nog niet voorbij. Vanaf dinsdag keert de zonneschijn terug en gaat de temperatuur ook weer omhoog. Woensdag wordt het lokaal al 27 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en nogmaals, houd onze berichten later vandaag in de gaten.